Hallo, ik ben generaal Dwight Ike Eisenhower. Sinds eind 1943 benoemd als opperbevelhebber van het geallieerde leger ter voorbereiding van de invasie op de kusten van Normandië, Frankrijk. Hallo, ik ben Maarschalk Erwin Rommel, commandant van het Duitse leger betreffende de verdediging van de kusten van Normandië en de Atlantikwal in afwachting van de invasie. I am generaal Bernard Montgomery Monty, commandant van het Britse leger, bezig met de voorbereiding voor de landing in Frankrijk, Normandië. Ik ben generaal de Gaulle, commandant van de Vrije Fransen. Mijn opzet is met de geallieerden mijn vaderland te bevrijden. Vive la France!